Sterrenkunde zal zich in de komende decennia richten op een tweetal grote vragen. Waar komen wij vandaan? En is er leven elders in het heelal? Nou, Alma zal een aantal antwoorden geven op die eerste vraag. Het zal immers gaan inzoomen op de gebieden waar nieuwe planeten op dit moment gevormd worden. En zal de ingrediënten die daar aanwezig zijn ook gaan bepalen. Om de tweede vraag te beantwoorden worden een aantal nieuwe grote telescopen wereldwijd gebouwd. Eén daarvan is de James Webb Space Telescope. De opvolger eigenlijk van de Hubble-telescoop in de ruimte, satelliet, met een doorsnede met een spiegel van wel 6 meter diameter. Veel groter dan de Hubble, die maar 2 meter doorsnede had. Een tweede instrument is de Extremely Large Telescope. Een grote nieuwe telescoop hier op de grond, op een hoge berg in Chili, met een doorsnede van wel bijna 40 meter. En daarmee kunnen we veel gevoeliger en veel scherper zien dan met ieder vorig instrument. Wat heel bijzonder is, is dat wij eigenlijk de eerste generatie astronomen zijn die de technieken hebben om deze grote vragen wetenschappelijk te kunnen beantwoorden. Astronomie geeft perspectief. We realiseren ons dat wij wonen op dat hele kleine rotsblokje, ergens in de buitenwijken van onze Melkweg, in dat hele uitgestrekte heelal. Daardoor kijk je ook heel anders aan tegen conflicten en alles waar we ons druk over maken hier op onze prachtige planeet. Laten we alsjeblieft koesteren wat we hebben.